Wij zijn een school van de Broeders van Liefde. En we hebben de pedagogie van de Caritas, de naaste liefde, vooral voor de leerlingen die het minder hebben. En van daaruit zijn wij altijd bezig met het welzijn van de leerlingen. Ook als godsdienstleerkracht vind ik dat heel belangrijk, dat leerlingen die het wat moeilijker hebben, dat die zich goed kunnen voelen op school. En met dat in mijn achterhoofd ben ik eigenlijk aan dit project begonnen. Toen ik gehoord had over een klashond, de mogelijkheden ervan, ben ik gaan informatie opzoeken. En dacht ik dat dat prima zou kaderen in een school van de Broeders van Liefde. We proberen de leerlingen vooral naar het sociale aspect toe te laten evolueren. Er zijn leerlingen die zich niet zo goed voelen altijd in een grote klasgroep. Vooral ook op de speelplaats. Leerlingen met ASS bijvoorbeeld vinden het vaak heel moeilijk. En met Pino proberen we die sociale integratie van die leerlingen te bevorderen. Waardoor dat er echt een sociaal netwerk ontstaat rond Pino in de klas, maar ook daarbuiten. Als Pino op de speelplaats rondloopt, zie je er altijd een groepje leerlingen bij staan. Vaak die leerlingen die vroeger geen houvast hadden op de speelplaats en dat nu wel hebben. En van daaruit is dat eigenlijk onze grootste bekommernis. Daarnaast is er ook verantwoordelijkheid, want leerlingen mogen Pino uitlaten. Maar als ze hem uitlaten, dan hoort daar bijvoorbeeld de hondenpoep opruimen bij. En ze doen dat heel plichtbewust. De regels naleven, want er zijn heel wat regels. Ook daar zit een heel groot stuk verantwoordelijkheid in. De afspraak is gemaakt, doen ze dat niet, dan kan Pino helaas niet meer blijven meekomen. Heel wat familieleden van Pino zijn therapiehond of blindegeleide hond. Dus Pino komt wel uit een nest waar dat in zit. Hij is een hele rustige hond. En dat is ook in samenspraak met de kweker. Dat Pino daarvoor geselecteerd is. Hij krijgt ook lessen bij een speciale hondentherapeut die daarmee opvolgt. Dus het is geen echte therapiehond als zodanig, maar dat zit wel in zijn genen. Ik denk dat het vak dat je geeft er niet zoveel toe doet. Want ook in de wiskundeles verloopt dat heel goed. Werken de leerlingen goed door, geconcentreerder dan vroeger. Maar het is wel omdat ik godsdienstleerkracht ben, denk ik, dat ik degene ben die met het idee van gekomen is van een klashond. Want als godsdienstleerkracht ben je toch altijd wat meer bekommerd om het welzijn van de leerlingen, de sociale interactie. Je bent een aanspreekpunt, een vertrouwensleerkracht. Godsdienst is een belevingsvak, veel meer dan alle andere vakken. En dat maakt dat ik vanuit al die bekommernissen gekomen ben met het idee van een klashond. En dat past toch wel in andere vakken. Voor hen is Pino echt van ons. Dat is onze hond. De hond van hier op school. En dat alleen al maakt dat er een wijgevoel ontstaat. Ze mogen ook samen, als Pino wakker is, want ze mogen hem niet wakker maken, maar als Pino wakker is en ze hebben flink doorgewerkt, mogen ze de laatste 10 minuten van een les met Pino buiten spelen. En dan zie je de klas echt samen als klas met hem spelen. Ook de leerlingen die er vroeger een beetje buiten vielen. En niet alleen binnen de klas, maar dus ook op de speelplaats zijn er leerlingen van verschillende klassen die samen een groepje rond Pino vormen, samen spelen. En dat maakt dat sociale integratie van alle leerlingen, dat echt wel goed verloopt. Ook leerlingen die terug graag naar school komen omdat ze eindelijk hun plaatsje hebben gevonden. Ja, aan de ene kant heb je de leerlingen die vroeger heel teruggetrokken waren, die nu wel meedoen, die extra aandacht van Pino opzoeken, die vragen, mag ik hem uitlaten, die altijd Pino opzoeken en die daar soms zelfs vrienden gemaakt hebben binnen dat Pino-groepje op de speelplaats, waar ze vroeger uit de boot vielen. Dus dat is het ene verschil. En aan de andere kant heb ik ook leerlingen die vroeger druk waren, die niet altijd even goed luisterden en die nu veel rustiger geworden zijn. Want die dat echt wel appreciëren van, oh, die neemt daar een hond mee naar de klas, dat is zo'n lieve, ik zie Pino graag. En die zich nu heel, heel erg inzetten. En dat is dan een verschil dat ik meer zie in de wiskundelessen.
Er zijn een aantal leerlingen met ASS die eigenlijk niet van Pino weg te slagen zijn. Die ook heel erg aangeven van in de vakantie of zo ga ik hem echt missen. Ja, die zoeken hem wel extra op. Wat niet wil zeggen, ik heb ook heel veel andere leerlingen waar eigenlijk die perfect als normale leerlingen, hoewel dat ik niet graag van normale leerlingen spreek, maar die geen leerstoornissen hebben en die hem ook wel opzoeken. Maar ja, er zijn een aantal leerlingen met ASS die hun thuis gevonden hebben. Qua educatie heb ik, voordat ik Pino meebracht, een aantal afspraken op papier gezet. Ook een brief naar de ouders gemaakt, dat ik met alle leerlingen overlopen heb. Dus we hebben in alle klassen van de eerste graad, niet alleen de klassen waar ik lesgeef, een les gegeven over hoe ga je nu met honden om. Van basisregels, bijvoorbeeld, je gaat niet zomaar een hond over zijn hoofd aaien, maar je laat hem eerst aan je hand ruiken en dan aai je hem. Je mag hem niks te eten geven, dat zijn afspraken. Hoe rustiger dat je zelf bent, hoe rustiger dan een hond is. Dat je hem niet laat opspringen. Die hebben we met alle leerlingen overlopen. We hebben heel duidelijke afspraken gemaakt. En dat heeft wel heel goed geholpen, want de leerlingen houden zich daar heel goed aan die afspraken. Er was eigenlijk maar één leerling die echt bang was. Die ooit gebeten is geweest door een hond en die op voorhand had gezegd van mevrouw, ik ben daar heel erg bang van. Bij die leerling heb ik Pino aangelijnd gehouden, want voor de rest loopt Pino hier eigenlijk altijd los rond. Maar heb ik de eerste les Pino aangelijnd gehouden, heeft hij naast mij gezeten. De andere leerlingen zijn niet mogen komen aaien, een snoepje gegeven. En eigenlijk kwam die jongen zelf de tweede les al zeggen van mevrouw, van Pino ben ik nu eigenlijk niet bang. En ik wil wel graag dat Pino toch hier losloopt. Dus dat is langzaamaan goed gekomen. En je voelt zich nu super oké bij Pino. Het helpt wel, denk ik, om leerlingen met een schrik dat te laten overwinnen, omdat Pino ook zo'n rustige hond is. Dus op zich verloopt een godsdienstles niet zoveel anders dan vroeger. Het is niet zo dat we in de les concreet met Pino bezig zijn tijdens het lesgebeuren. Als de leerlingen binnenkomen, dan mogen ze natuurlijk hallo gaan zeggen tegen Pino. En dan gaan ze naar hun plaats. Ze stellen wat vragen over hoe is het met Pino geweest. Ik geef hen de mogelijkheid om ook iets eventueel te vertellen over hun huisdier, omdat dat bij elkaar aansluit. Dan geven we gewoon de les. In de meeste gevallen verloopt dat veel rustiger dan vroeger. Aangezien dat ze weten, als we 40 minuten flink gewerkt hebben, dan mogen we 10 minuten gaan buiten spelen. Dus dat is wel veranderd, dat nu een godsdienstles eigenlijk maar 40 minuten duurt. Hoewel dat die 10 minuten zeker zo waardevol zijn dan die 40 minuten ervoor, zeker naar beleving toe. En soms gebeurt het dat er zo'n klein intermezzo is in de klas, dat ze iets vragen over Pino of dat er naar verwezen wordt in de klas van zo is dat bij dieren of zo is dat bij honden. Of dat Pino ineens gek begint te doen en begint te spelen met een knuffeltje. En dan lachen we even, maar een half minuutje later kunnen we dan weer doorgaan met de les. Op het einde van de les mogen ze dan dag zeggen tegen Pino en dan zien ze hem op de speelplaats weer terug. Dus dat verloopt eigenlijk allemaal heel spontaan en heel geleidelijk. Dat gebeurt wel. Bijvoorbeeld als we bezig zijn over macht. Wat doet dat met mensen? Wat maakt dat mensen andere mensen zo'n lelijke dingen kunnen aandoen? Dan gebeurt het wel dat ze zeggen, hoe zit dat eigenlijk bij honden? En ze zien dan in Pino vooral het goede. Dat is een hele lieve hond. Daar is dat wel niet. En hoe komt dat? Dat we dat als mensen wel doen en dat dieren elkaar niet doelbewust gaan pijn doen. Of het moest natuurlijk zijn om te overleven, maar een dier gaat niet een ander dier even gaan pesten, bijvoorbeeld. Dus in dat opzicht hebben we het daar zeker al over gehad, ja. Over als Pino doodgaat, zijn er al wel vragen gekomen van hoe is dat bij dieren? Is dat bij dieren anders dan bij mensen? Wat geloven bij mensen? Of komen mensen misschien terug als dieren? Dus over het leven na de dood bij Pino hebben we het al wel gehad. Goh, ik denk dat daar niet
één specifiek moment is, maar dat het het plezier is waarmee sommige leerlingen terug naar school komen, die een plaatsje gevonden hebben en die komen zeggen van, mevrouw, ik kom terug graag naar school. Ouders die ook aangeven van, mijn kinderen die staan 's morgens nu te springen om naar school te komen. Dat vind ik super. Of bijvoorbeeld woensdag, dat zijn kleine momentjes. Ze zien Pino na een maand terug, want het is paasvakantie in Bosklasse geweest. Dat ze arm in arm in het gras liggen van pure blijdschap, dat ze elkaar terugzien. Wederzijds, dat is heel fijn. Tekeningen die ze maken voor Pino, die je op bord ziet hangen. Dat zijn allemaal kleine momentjes, maar die het zo hard de moeite waard maken.